Ik ben Patrick de Kuiper, 38 jaar. Eind 2005, begin 2006 heb ik samen met Gino van Neer het Infinity bedrijf opgericht. We zijn actief in de hernieuwbare energie. Misschien eerst de collega, hij is vooral actief in het buitenland. Hij zorgt dat we nieuwe landen opstarten. Hij gaat ter plaatse gaan kijken, zoekt de mensen om daar een Infinity team uit te bouwen. Ikzelf heb mij van in het begin vooral gefocust op België. De hernieuwbare energie voor ons is dat zonne-energie, windenergie. En een derde pijler is misschien water, daar zijn we momenteel nog niet actief. De groei is enorm. Wij zijn ergens bevoordeeld doordat we ietsje voor onze concurrenten actief waren in de sector en dat wij goede relaties hebben kunnen opbouwen met leveranciers, langlopende contracten met die mensen voor de afname van zonnepanelen. Patrick, in één woord omschrijven is heel moeilijk. En in één woord ook, dat is veel te moeilijk, man. Patrick kan vergeleken worden met veel dieren. Hè. Patrick kan een giraf zijn. Een leeuw. Een vis. Enfin, hij kan van alles zijn. Een paling, soms is hem heel glad. Gedreven. Hij kan ook een goudvis zijn. Zeker en vast creatief. Dus op het gebied van personeel hebben we heel veel spontane sollicitaties. Slagen we er ook in om zeer competente, gemotiveerde mensen aan te trekken bij ons. Wat ik nu heb is mooi, maar ik wil altijd verder gaan. En dat is zeker niet in de vorm van geld, maar dat is in de vorm van mensen. Het is schitterend om hier rond te lopen, tegen iedereen vriendelijk te kunnen zijn, kunnen lachen met elkaar. Ik kan zeer goed de mensen die voor gaan werken eigenlijk ook motiveren. Eigenlijk de teamgeest is voor hem hier heel belangrijk en je voelt dat ook. Zijn sterkste punt volgens mij is dat hij altijd weet wat hij doet. En nog beter, om nog eerlijker te zijn, hij weet wat hij ook niet kan. Dus ik zou graag binnen een aantal jaar het mooiste bedrijf van België zijn, zowel qua sfeer, qua resultaten. En daarnaast hebben we ook een aantal maatschappelijke dingen die we kunnen doen. Zo bijvoorbeeld Solar zonder grenzen. Dat is gelijkaardig als Artsen zonder grenzen. Maar die zorgt ervoor dat mensen bijvoorbeeld in Afrika of op plaatsen waar er geen elektriciteit is, dat die zonnepanelen die hij van ons krijgt, die een beetje beschadigd zijn of een beetje minder efficiënt zijn, met die zonnepanelen zorgt hij ervoor dat bijvoorbeeld in Afrika een ziekenhuis elektriciteit heeft of een schoolke elektriciteit heeft, dat de kinderen dan ook in de winter kunnen naar school gaan. We kunnen nog zeer veel bereiken met ons bedrijf en ik zou graag, we waren het eerste bedrijf, ik heb zoiets in mij van, het laat mij niet graag voorbij steken. Wij zijn ervan overtuigd dat binnen 10, 15 jaar iedereen, het zij op zijn dak, het zij in de kledij of op gelijk welke manier, dakpannen, bakstenen, dat overal bij iedereen ergens via zonne-energie, elektriciteit zal opgewekt worden. Iets kunnen realiseren samen met een groep mensen is zeer mooi. En als je echt iets wilt, dan kun je dat meestal ook wel bereiken. Het duurt meestal wel iets langer dan dat je het in je hoofd hebt, maar ervoor gaan, nooit opgeven.